Je hebt twee soorten mondkapjes die je mag gebruiken. 1. Mondkapjes van de drogist, die je 1 keer gebruikt en dan weggooit. 2. Eigengemaakte mondkapjes van textiel. Het is niet de bedoeling om een medisch mondkapje te gebruiken. Die zijn alleen voor mensen die in de zorg werken. Je herkent deze aan een CE-markering of een medische claim. Bijvoorbeeld for medical use. Neem 2 mondkapjes in een zakje mee. 1 voor de heenreis en 1 voor de terugreis. Bewaar schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar in verschillende zakjes. Stap 1. Was voor het opdoen van het mondkapje je handen. 20 seconden met water en zeep. Stap 2. Doe het mondkapje een paar minuten voor je instapt op. Je mag bij het opdoen alleen het elastiek of touwtje aanraken. Zorg dat het mondkapje goed over je neus, mond en kin zit. Stap 3. Raak het mondkapje na het opdoen niet meer aan met je handen. Doe het mondkapje niet omlaag of omhoog voor eten, drinken en praten. Gebruik het mondkapje niet meer als het nat is. Neem dan een nieuw mondkapje. Stap 4. Doe het mondkapje pas af als je uitstapt. Pak alleen de elastieken of touwtjes vast. Gooi het mondkapje direct weg in een afvalbak bij het restafval. Of bewaar het in een apart dicht zakje totdat je het kunt weggooien. Eigengemaakte mondkapjes doe je in een dicht zakje om thuis te wassen. Stap 5. Bij aankomst, thuis of ergens anders, was je altijd je handen met water en zeep. Stap 6. Eigengemaakte mondkapjes kun je wassen in de wasmachine op 60 graden. Kies een lang programma. Was je handen nadat je het mondkapje in de wasmachine hebt gestopt en voor je hem eruit haalt.